Hallo allemaal, hier is Peter weer uit Mergerijk. Vandaag weer een nieuw verhaal. Vandaag het verhaal over de beeldhouwers in de grot. Jullie weten inmiddels wel dat Mergerijk gebouwd is door beeldhouwers. Want wij hebben alle verhalen verzameld die wij in de grot vertellen. En die hebben we uitgebeeld middels zandscripturen, mergelbeelden, aangevuld met foto's, films, teksten, noem maar op. De basis zijn dus beelden, want wij zijn beeldhouwers van beroep. Het cadeautje wat wij kregen toen wij de grot voor het allereerst betraden, en dat is voor mij inmiddels zo'n 16 jaar geleden. Toen was ik voor het eerst hier, toen was er verder nog niets, althans niets, geen Mergerijk. Het gangenstelsel was er natuurlijk. Maar beeldhouwers van de Sint-Joost Academie uit Breda waren hier al in de jaren 50 en 60 geweest. En hebben prachtige beelden uitgehouden in de wanden van het huidige Mergerijk. Hier een goed herkenbare slang die zich helemaal zo door de gang wegkronkelt op een beetje abstracte manier. Hier aan de overkant rijdt er een tankwagen van de Ensie door de grot. En ze zijn door de hele grot verdeeld. Heel veel, allemaal gemaakt met een ander handschrift. Prachtige mergelbeelden in de wanden. Hier kon men goed oefenen, want mergel is een relatief zachte kalksteen, ja, waar je heel snel mee kunt beeldhouwen. Dus hier konden mensen, leerlingen van de kunstacademie, goed oefenen om grote beelden te maken, maar daar waren ze dan geen half jaar mee bezig, dat ging gewoon in weken tijd. Ze kwamen dus ook met busjes naar Valkenburg, sliepen hier ergens in een van de hotels, en zaten hier dan een week of twee onder de grond. Af en toe zijn we luchten natuurlijk, boterhammetje eten. Maar hebben deze prachtige beelden voor ons gebouwd. We hebben heel veel moeite gedaan in het verleden om erachter te komen wie deze beelden gemaakt hebben. En dat is ons niet gelukt. De Sint-Joost Academie is twee keer afgebrand in Breda. Archieven zijn verloren gegaan. Dus niemand kan ons meer vertellen wie hier een beeldhouwer is geweest. Vandaag mijn oproep. Ken je iemand? Vraag eens na in je omgeving. Of iemand kent die hier in de jaren 50, 60, ze zullen natuurlijk al zwaar op leeftijd zijn, dus laten we hopen dat er nog een paar in het Nederlandse rondwandelen, die hier beelden hebben gemaakt, dan zouden we graag met ze in contact komen. En ze een stukje eer geven die ze ook wel verdiend hebben, want mensen bewonderen hun beelden hier in de grot dagelijks. Volgende week weer een ander verhaal. Groetjes!